Allereerst de allerbeste wensen, lieve allemaal. En in deze video heb ik weer wat voor jullie hoor. Iets spectaculairs dat ik ga laten zien. En het is heel eenvoudig om zelf uit te voeren. Het is namelijk een experimentje waarbij je popcorn mais gaat laten ontkiemen. Dan heb ik het dus niet over de zachte mais die je in potjes koopt, vooral als groente bij een maaltijd. Maar ik heb het echt over de maiskorrels die je vindt in de verpakkingen om zelf popcorn te maken in de magnetron. Nou, hoe eenvoudig het is, dat laat ik je dus in deze video zien. En ik ben natuurlijk super benieuwd of jij het ook gaat doen. Zo ja, laat het dan even weten in de reacties. En ik zou zeggen, heel veel plezier. Mais voor popcorn moet volledig opdrogen aan de plant voordat het kan worden geoogst. Het zijn dus ook de gedroogde korrels die gekiemd kunnen worden. Het proces van het kweken van popcornkiemen is eenvoudig. Zet eerst één deel van de popcornkorrels in water en laat dit 8 tot 10 uur bij kamertemperatuur weken. Spoel de korrels na circa 10 uur af en laat uitlekken. Herhaal stap 1 dan nog een keer. Het kan zijn dat de korrels al worteltjes beginnen te vormen, maar bij mij was dit niet het geval. Vul vervolgens een pot met aarde en kies potgrond zonder mest, want mest kan jonge zaailingen verbranden. Verspreid de zaden vervolgens gelijkmatig over de potgrond en zet deze weg op een donkere plek. Ik koos ervoor om de potten in de voorraadkast te zetten. Door de donkerte voorkom je dat er fotosynthese optreedt en de bladeren groen worden. Geef 1 of 2 keer per dag een beetje water om de grond vochtig te houden. Na een aantal dagen zul je zien dat de zaden beginnen te ontkiemen. En weer een paar dagen later zijn ze al klaar om geoogst te worden. Kinderen zijn vaak dol op de popcornkiemen omdat ze heerlijk zoet smaken. De smaak heeft wat weg van zoethout. Doordat de sprietjes felgeel zijn, zijn de popcornkiemen ook nog eens een feestje om te zien en kom je echt met iets origineels op tafel. Zo eenvoudig kan het dus zijn en kijk nou hoe leuk het eruit ziet. Oké, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat er nog niet zo heel veel maiskorrels uit zijn gekomen. Maar ik zie hier en daar al wel dat er meer maiskorrels aan het ontkiemen zijn. Dus ik denk over ruim een week dat de pot veel voller is met deze vrolijke felgele sprietjes. En ja, ik wil natuurlijk nog wel heel even proeven, want dat heb ik nog niet gedaan. En ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het zo grappig, want het voelt een beetje hetzelfde als taugé. Nou, daar gaan we. Apart zeg. Oh. Ja, het heeft echt een hele eigen smaak. Ik heb het nog nooit eerder geproefd. Wel super lekker. Het is een beetje een mix. Het heeft echt een beetje die structuur van taugé, zeg maar. En ja, het heeft echt de smaak van zoethout. Echt heel apart en zeker de moeite waard om te proberen. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. En vanaf nu kunnen we echt zeggen, op naar het nieuwe moestuinseizoen.